Wat is er nou? We zijn al. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een nachtdienstje draaien hier in Eindhoven. En er is ook een evenement aan de gang, dat is Glow. En ik ben natuurlijk niet alleen, ik ga even mijn maatje op zoek, want ik loop hier wel door het bureau heen. Maar het is eigenlijk heel stil. Ik geloof dat iedereen net voor een melding naar buiten is. Maar ik ga vandaag met mijn maatje mee hier in Eindhoven. En ik zal je straks even voorstellen, we gaan bij het evenement, zoals ik al zei, Glow kijken. En we gaan het maatje voorstellen. Nou, zoals je ziet is Jan-Willem vandaag bij ons op bezoek. En we gaan vandaag Glow lopen en daarna gaan we de horeca in. Glow is een evenement wat elke jaar plaatsvindt in Eindhoven, waar honderdduizenden bezoekers op afkomen. En daar gaan we jullie vandaag in meenemen. Aansluitend gaan we de horeca in van Straat op Zeind. Oké, klinkt goed. Ja, zeker. Volgens mij is Glow hele mooie beelden, geloof ik, toch? Ja, ja. Oké, klopt. En is daar als politie zijn we daar heel druk mee bij Glow? Of is dat meer crowdmanagement? Ja. Een beetje crowdmanagement, maar het is zeker belangrijk dat we er zijn. Ook in kader van drukte van mensen, aantallen van mensen. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Ik heb er zin in en ben heel benieuwd wat er in de horeca gebeurt. Er gebeurt volgens mij altijd wel wat in de horeca. Er is altijd wel wat te doen. Ik weet niet of voor sommige kijkers de term crowd... Zo, lekker in Willem. Crowdmanagement kennen. Lekkere verspreking. Maar je moet je voorstellen, natuurlijk zijn er 100.000 mensen en misschien wel meer bezoekers in zo'n stad. Ja. Nou ja, die gaan natuurlijk op bepaalde punten, worden heel druk. Zeker. En ik denk dat de gemeente daar een hele grote rol in heeft om te zorgen dat het allemaal veilig gaat. Zeker. En als politie houden we toezicht in. Dus dat is een beetje een samenvatting van crowd control, als ik het goed zeg. Zeg goed? Ik zeg, we gaan op pad. Yes. Heel visje heb ik al aan en het is regend buiten, dus we gaan een jas meenemen. En de pet moest op, hè, hoor ik. Ja, zeker. Nou, die heb ik ook meegenomen. Ik zeg, let's go. Mooi. We zitten inmiddels in de auto en we gaan onderweg. Waar gaan we heen? We gaan naar het centrum van Eindhoven. Daar gaan we naar de commandopost om even kennis te maken. Even te kijken wat daar allemaal gebeurt op dit moment. En dan gaan we daar de auto parkeren en dan gaan we op de voetjes. Op de voetjes, het centrum. Ja. Hey, en even voor de kijker, dit gebied bestaat uit 3 baasteams, toch? De stad. Ja, uit 2 baasteams. Eindhoven Noord en Eindhoven Zuid. En we hebben inderdaad 3 bureaus. We hebben een bureau in het centrum, dat is eigenlijk het hoofdbureau. En daar zit bijvoorbeeld recherche en dergelijke. Hey, en wat is jouw taak? Want we gaan nu natuurlijk de horeca aan het evenement in, maar wat doe je normaal voor werk? Ja, politiewerk, maar wat is je functie, laat ik het zo zeggen. Nee, ik ben normaliter ben ik wijkagent in 8 en op het GGZ. 8? Ja, 8. Wat is 8? Ja, 8 is echt een wijk. Oh, dat heet zo? Ja. Ik dacht 8 als getal, wauw. Nee. Ja. Oké. Okay, nee, Kerkdorp 8, dus het is eigenlijk een dorpje binnen de gemeente Eindhoven. Yeah. En daarnaast ben ik wijkagent van het GGZE in Eindhoven. En dat is eigenlijk één groot dorp met psychiatrie. Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk. Dat stel ik voor dat we naar het centrum nu gaan. Zeker. We zijn inmiddels aangekomen hier in het centrum. Ik kan je voorstellen bij zo'n groot evenement dat er een tijdelijke commandopost is ingericht. En dan gaan we nu even heen voor even een briefing, even spullen neer. Oh, bijna mijn mijl ook. En even spullen neer te leggen. En, moeten we hier naar binnen? Ja, daar gaan we even op wachten. Dat we hier naar binnen moeten. Oh, we kunnen wel even kijken natuurlijk. Ziet er wel gezellig uit. Boven? Voor hulpdienst, ja. We hebben het uiteindelijk gevonden. Wat wel grappig is, we lopen eigenlijk door een soort zaal waar beneden een soort feestje aan de gang is. En hoi, ik denk dat dat altijd muziek, op de muziek te horen is. Kijk, de mensen ook al aan het dansen hier. Hallo. Hey. Ik zeg net al, binnen. Ja, groot gelijk. Nou, we zijn inmiddels boven. We moesten ergens in een gebouw een aantal trappen op. En wat ik al eerder zei, helemaal beneden is een grote feest aan de gang. Dan kunnen mensen dansen en lichtjes zien. En we staan hiernaast bij het commandocentrumkamer, noem ik het eventjes. Je ziet dat eigenlijk zo'n overlegstructuur aan de gang is. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder in video's verteld. Het is natuurlijk niet alleen een feestje van de politie, maar vooral van de gemeente. En heel veel andere partners om de veiligheid te garanderen. En dan hebben ze om een aantal uren een soort overleg van hoe gaan de dingen, wat moet er misschien veranderd worden. En ja, waarom moeten we nog bijsturen, daar zijn ze nu mee bezig. En dan gaan we straks even melden. En dan gaan we daar de stad in zo meteen. A few moments later. We hebben ons inmiddels aangemeld en we zijn buiten. En wat gaan we doen? We gaan een rondje lopen. Een rondje lopen? Ja. Oké, en waar letten we nu op? Hebben we extra bijzonderheden of is het gewoon... Ja, we gaan gewoon even kijken naar hoe de mensen zich gedragen. Over het algemeen hangt er een hele goede sfeer, dus dat is alleen maar positief. En we gaan ons tussen het volk begeven om te kijken de sfeer echt daadwerkelijk op de grond te proeven. Oké, okay. Ja. Let's go.
Nou, en zoals je kunt zien hebben wij zojuist een rondje gelopen op Glow. En we gaan nu door naar de horecabriefing van Stratozijn. Zo, daar zijn we weer. We hebben net even de briefing gehad voor de horeca. En dat is denk ik misschien dat beeld dat jullie kennen op, bij elke andere stad. Natuurlijk net iets andere indeling, iets andere capaciteit. Maar de basis blijft hetzelfde. We gaan toeschouwen in het horecagebied. Allemaal regeltjes, APV-feiten die we moeten controleren. En daar ga ik jullie in meenemen. En ik zeg, we gaan onderweg. Van de vechtpartij tussen twee meerdere groepen eigenlijk. En hoe is het opgelost? De partijen die zijn naar buiten gestuurd door de portiers. En buiten is het verhaal even aangehoord. En uiteindelijk wilden de partijen eventueel aangifte doen tegen elkaar. Maar daaruit is niet gebleken dat er pijnlijk letsel is ontstaan. En ook geen getuigen waren er niet. Dus alle partijen die zijn weggevorderd van straat op zijn. Dus dat is er eigenlijk weer opgelost. En wat wel opviel, we stonden daar bij een tent, dat heette de Spijker geloof ik. Nou, doet er eigenlijk ook verder niet toe. Maar er was denk ik binnen een kwartier tijd zijn er twee telefoons gehad. En allebei bij meiden die van die kleine heuptasjes hebben, zo handtasjes noem ik het even. Met een heel simpel ritje en die zijn gerold. Dus misschien een mooie preventietip dan voor deze. Zorg dat je je spullen en misschien even je rits op een of andere manier, let gewoon op je tasje. Want je bent zo je iPhone kwijt, zeg maar. Ja, zorg gewoon dat je je tasje inderdaad de sluiting aan de voorzijde hebt. Daarmee voorkom je gewoon veel problemen. En dan kun je gewoon lekker op stap. En heb je al je spulletjes aan het eind van de avond ook nog. Dus neem het mee. Dus, wijze les denk ik. En heel spijtig voor die twee dames. Wij gaan in ieder geval even nu gauw een bakje doen. En dan gaan we kijken wat de avond verder gaat brengen. Het is een uurtje of twee geloof ik. Jou zoek ik. Nou, dat is niet goed. Jij bent Jan Willem. Ja. Met jou wil ik een selfie. Ja, dat is goed. Hier heb ik een hele avond op zitten wachten. Oprecht. Ik wens jou een hele fijne avond. Eens gelijk. En veel vlogs maken. Ja, dat komt goed. Vooral over Eindhoven. Dat komt goed. Dankjewel hè. Ja, yeah, thanks. We waren zojuist bij een melding van een kleine ruzie op straat, een onwelwording. De onwelwording viel mee en de ruzie was al gesust door de papa's, de beredenen. Toen kregen we een melding dat er hier mogelijk een diefstal van de telefoon wederom was. En dat de verdachten in het beeld zijn. In ieder geval dat zegt de aangever slash getuige. Dus we controleren daar in de verte, ik weet niet of het een beetje kan zien, een persoon. En we wachten even af wat er verder gaat gebeuren. Een mooie woordkeuze, je zegt met een lul en je staat gewoon met je leutere middel op straat. Jullie de plan ben je alleen maar uit. Ik geven. Dat is echt weer een nieuw dinner. Ja, maar dat gaat niet zonder dat hij gewoon gepent krijgt. Die vrouw man. Ik kom hier net uit het café. Die is een vrouw. Er staan daar zes plaskruisen. Hij staat in het midden ook plein. Dus wij waren hier naar binnen. Ja. En zat helemaal vol. Ja. En toen dacht ik ben heel nodig. Kijk eens daar. Oh, 20 meter. Ik spuug hem niet. Oké, waar gaan wij nou naar daar? Zijn maat is al verdoeld met zijn was. Wij gaan nou niet ineens allemaal verwijten naar ons doen. Kijk, u doet het zelf, dat is het risico. Er staat verdomme een 20 meter een plaskruis, man. Laat het ons doen. Ja, dat weet ik niet. Hey, hij heeft de last door jullie, ik heb vastgezeten. Om helemaal niks.
Door ons zit hij vast. Nou ja. Nee, jullie zijn het helemaal. Niet door ons, dat doet hij zelf, hè? Nee. Uiteindelijk doet hij het zelf. Wij maken niet de keuzes, dat maakt hij zelf. Ja, we gaan het snijden. Ik weet niet waar u uw handen heeft gehad. We doen het even zo. Dankjewel. Dat wil ik niet weten. Nee, daarom. Hou het even zo. Hij sloeg tegen het hek. Ja, klopt. Ik dacht je wat kapot viel. Ja, zeker. En verder niks geen schade zo even. Oké. Okay. Eén schade is een klein handje. Huh? Ja, nee, maar ik denk. Een vriendin van mij doet dat. Wat zeg je nou? Niks. Wat is er nou? Wat zijn je nou? Waar is er nou een hand? Wat zeg je nou? Hij is gefrustreerd vanwege de boete. Ja, okay. Zullen we nog herhalen of is het excuses? Dan zeg excuses. Mag ik alsjeblieft vragen? Ik zeg niks meer. Ik doe niks meer. Wat zei je? Ik doe niks meer. Mag ik vragen? Ik was een held om me uit te schelden. En nu is het allemaal weer niks. Ik scheld het niet uit. En je scheldt mij uit, toch? Of nee. Oké, ik heb geen kwaaie bedoeling. Mag ik alsjeblieft vragen? Ik heb het gewoon ijskoud. Mag ik alsjeblieft vragen? Ja, maar dat was net je verweer ook. En toch weerhoudt het je niet om ons weer aan te spreken, toch? Maar ik heb net de niks tegen jullie gedaan. Hé, ik vind het prima. Je krijgt mij nog precies voor even openbaar dronkenschap en dan mag je nu gaan. Ja? Oké, dankjewel. Yes. Succes. Nou, we hadden even gauw een paar kleine incidentjes eigenlijk. We waren bezig met die zaak van die meneer die zijn telefoon was gestolen. Nou, uiteindelijk waren er collega's te plaatsen. Helaas hebben we geen verdachte kunnen aantreffen. Wel doet meneer in ieder geval aangifte, dat is natuurlijk logisch. En in het pand waar het geweest is, zijn camerabeelden, dus die worden ook veiliggesteld. Dus dat is opgelost en hier zijn de collega's nu mee bezig. Toen liepen we net weg, zagen iemand midden op het plein tussen het publiek staan wildplassen. Nou, een bekeuring voorgegeven hier voor het wildplassen, zoals je kon zien. Toen liepen we weer verder, toen hoorden we eigenlijk een harde klal en er spraken twee jongens op aan. Nou, die sloeg uiteindelijk op een hekwerk. Dus er was verder eigenlijk niks aan de hand. Wel even gecontroleerd. We dachten eerst misschien vernielt hij wat of slaat hij wat stuk, maar dat viel gelukkig mee. Maar toen we daar stonden, liepen weer die meneer langs die we eerder hadden bekeurd voor wildplassen. En die vond het ons nodig om voor flikkers uit te schelden. Dus uiteindelijk hebben we die meneer nog even staande gehouden en hebben uiteindelijk nog een bekeuring gegeven, in dit geval nog voor openbare dronkenschap en overlast veroorzaken. Dan kan je er nog voor kiezen om hem ook aan te houden. En dan natuurlijk procesverbaal te maken dat hij nog een bekeuring krijgt voor de echte belediging. Alleen dat is in verhouding superveel werk natuurlijk. Nu kunnen we het afdoen met de zogenaamde mini, dus procesverbaal op straat uitschrijven. En dan zijn we binnen 5 minuten klaar. Uiteraard kunnen we ook, wat ik zei, kunnen we hem aanhouden. Maar ja, dan moet hem insluiten, moet de bevindingen tikken, moet hij voorgeleid worden. En dan moet hij gehoord worden. Nou, er zijn er heel veel mensen mee bezig. En achteraf zal hij dan ongeveer ook een geldboete krijgen. Dus dat is een beetje hetzelfde daarin. Als ze ter plaatse zijn, blijkt dat beide partijen door de portier al naar buiten zijn gebracht. Het blijkt niet te gaan om een daadwerkelijke bewuste vernieling, maar meer om een ongelukje. Dus in gesprek met beide partijen en we laten deze gegevens uitwisselen, zodat de verzekering het kan oplossen. Gaan we gelijk door naar de volgende melding. We krijgen een melding dat de twee personen op aanwijzing van een getuige mogelijk wat te maken hebben met alle gestolen telefoons. Dus de twee personen worden staande gehouden en gecontroleerd. Ja, voor de rest is hier voldoende personeel. Hey, mevrouw!
Dat is geen probleem. Fuck je erin. Flikker zon. Jij bent wie ik ben, hè? Jij bent wie ik ben, hè? We zijn inmiddels aan het einde van de dienst gekomen en aan het eind was het echt bizar druk. Eigenlijk zo druk dat ik in de tussentijd geen mogelijkheid had om dingen in te spreken. Maar volgens mij hadden we twee aanhoudingen, in ieder geval op dat pleintje noem ik het maar eventjes. En later hadden de collega's om de hoek nog een aanhouding. Er waren meerdere aanhoudingen, eigenlijk allemaal ontstaan van vechtpartijtjes geloof ik, hè? Klopt. En hierna vonden collega's het nodig, of collega's, de verdachten het nodig om ons te beledigen. Ja. Bedreigingen hoorde ik ook. Ja. En nou, er was helaas ook wat geweld voor nodig om de verdachten aan te houden. Ik heb zelfs de wapenstok gebruikt een keer, want het een grote groep aan het vechten was. Ja. En ja, dat ging niet helemaal goed. Volgens mij heb ik mezelf geraakt en de verdachte tegelijk. Dus ik heb nu een beetje los. Twee vliegen in één knap. Dat was niet zo mooi. Ik heb mijn knie namelijk geraakt. Dat doet een beetje pijn. Maar goed, in ieder geval, de verdachte zit er binnen. Dat is het belangrijkste. En het is ook wel grappig om te zien dat het op een gegeven moment even heel druk is. En er gebeurt van alles. Collega's vliegen links en rechts. En het is even snel vechtpartijtjes uit elkaar halen en soms uit elkaar slaan letterlijk en hier nou een aanhouding en daarna is het ook weer rustig. Klopt. Zo grappig om te zien. Zit een beetje gebruikelijk hoor ik aan. Ja, zo gaat het eigenlijk continu. Het is een beetje honden stilstaan en als er opstootjes zijn, zijn ze vaak ook snel weer voorbij. Ja. En het ligt gewoon, je moet proberen echt aan die voorkant te zitten. Dus zodra we dingen zien, proberen we in te grijpen. Maar ja, zoals je net zag, dan schiet de vlam al in de pan. Ja. Ja, de paarden die konden het niet zonder ons, zeg maar. Dus, Die gingen ook, dat is wel mooi te zien. Die gingen echt van links naar rechts, rechts naar links. En heen en weer de hele tijd. Ja. In galop. En je ziet wat het met de mensen doet. Ja, ze springen ook alle kanten op inderdaad. Ah, leuk, mooi om te zien. En dat was denk ik wel, hè? Ja. Leuke dienst gehad, hè? Zeker. Mooi. Wat vond jij ervan? Ik vond hem, behalve dat ik pijn heb mijn knie, vond ik het een leuke dienst. Nee, leuk om zo mee te maken zo in de horeca, zeker om te zien. Ik heb natuurlijk meerdere steden meegelopen. Ja. En wat ik eerder al zei, de basis is allemaal een beetje dronken mensen die op een gegeven moment vervelend worden. Ja. Maar op het totaal aantal bezoekers zijn het altijd maar een paar incidenten, dus dan valt het ook wel weer mee. Ja. En die werkwijze zien is altijd een grappige andere stad, net of iets anders. Dus dat is leuk om te zien. Mooi. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ja, jij bedankt. En ik ga er wat moois van maken. Nou, als jullie het gezien hebben, is de video af. Dus dan komt het goed. Dan bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Laat nog even een duimpje achter als je een leuke video vond. En heb je nog niet geabonneerd, doe het ook nog eventjes. En druk even op dat belletje, want dan krijg je elke keer een nieuwe video als die online staat. En dan zit het voor ons op. Ja. Doei. Later.